helemaal ben weer door. Kijk hier ook, je ziet hoeveel puntjes, ja, van is hoeveel ook puntjes op de kant daar zijn geweest, hè? Zie je dat? Het zijn eigenlijk duizenden puntjes. En dat mag gewoon patroon staan. Ja, je hebt er helemaal 50. Nee, ook zo. Oké. Dan keer nog even vooruit. Jaartje. Deze heeft een typisch een beetje een Lion Queen body. Die kop, de backbone, toch vol naar achteren. Is ja, hoog, stevig. Nou, ik ben verschillende aan het bekijken. Ik heb deze kunnen redelijk goed zien dat het mannelijk is. Dat is die. Andere twee. Even kijken, die had ik even net gekeken. Ja. Welke heb ik allemaal gekeken, jongens, onthouden. Deze nog niet, hè? Of wel? Dat is oké, Johan, kon je nog niet zeggen of het heel vinden was, toch? Nee, 3 maanden kan je nog niet eens zien of het een vis is. Of wat wel echt een vis is. Ja. Ja. Mooi zo. Hoop ik wel. Is een man. Van wie? Ik denk dat die female is. Oh. Welke moeder komen die dan? Is Lion Queen al? Lion Queen Junior. Okay. 2. Allebei. Of alle 6. Toch? Ja. Zijn er toch eentje weggelopen. Nee, ik heb het eigenlijk ook niet gezien. Dus het is eigenlijk een leeftijd dat heel moeilijk te zien is. Wat? Dat is beter dan wel. Dat zou ook nog een gebruik kunnen zijn, een mannetje. Het is moeilijk te zien, normaal. Dit bolt nou mee, omdat de visjes... Ik was toch eigenlijk geselecteerd nu, omdat ik dacht dat het een vrouwtje kon zijn. Was ook de kleinste van allemaal. Dat blijkt nou niet meer, hè? Nee, nee. Sowieso een hele mooie quarantaine geweest, man. Ja, het rood is nog niet eens zo heel slecht teruggevallen, wat ik eigenlijk altijd wel verwacht binnen. Ja. Geen zonlicht, harde groei. Ik denk nou dat rood, maar dat als je ze nu buiten ziet. Ja. 8 maanden oud. Kijk, want je ziet eigenlijk, Sumi ben ik in de kinderschoenen staat, waar hier ik heel makkelijk bij kan komen. Fijn dat je die andere bak gezien die je nou binnen hebt, hoe lang dat er doorgaat. Ja. Deze zone, dit zwarte hier voor zit, kan makkelijk helemaal zo bij elkaar komen. Daar verandert een vis qua patroon heel erg van. Oh, de pauk zit ook al heel veel zwart. Hier bij zit je ook zwart. Nee, bij je duim. We kijken daar. Ja, hier gaan we naar onderen toe gelopen. Ja. Dat dit KG kleur wordt, is nou van de stress en in de zon. Dat gaat heel snel bij Showa's. Mm-hmm. Op de show meestal ook. Hier de Kiwidex is ook helemaal. Voor de rest ziet het Kiwa chassje er goed uit. Gewoon een nette vis. Ik moet eigenlijk zeggen dat er een echte slechte is. Ik zeg van nou. Ja, want ook de kern van de schub kunnen mooi zien. Hè? Dat is de kleur van de vis die geweest is. Die komt later zo weer terug. Mm-hmm. En pas te hopen als de vis gefinished is, dus op 70 centimeter of groter. Hè? Dan wil je eigenlijk die been die kleur weer terugzien. Eerder hoeft dat niet. Dan zie je alleen als jonge tos zijn, van 3 maanden oud, dan zie je die egale kleur. Dan gaan ze groeien. Dan krijg je de kern van de schub te zien. En uiteindelijk bij 70, 75, 80 centimeter, als je gefinished, dan krijgt hij die volledige kleur. De enige keer als het leven nog terug. Vaak zie je aan de onderkant bij de buik, zie je dan door de quarantaine, de opkweek, dat dat rood wat minder wordt. Ja. En dat knapt weer helemaal op. Is mijn ervaringen met de buitenvijvers. Zie je dat, daar komt het minste licht bij. En dan zie je dan het zwakst worden, dat zie je bij die ene. En bij de Marute zie je dat ook. Ja. Heb je de Marute trouwens al omgekeerd? Ik geloof het wel. Ja. Kan je niet naboten joh, met speciale TL-buis of zo? Dat is bijna zonlicht is niet na te boten, maar het is niet alleen zonlicht, maar je mist ook allergies. Je krijgt ook geen allergies binnen.
Nee. Het geeft niet, het komt terug. Ja. Maar het zijn allemaal, toch, je kunt wel zien dat dit vissen wel van ouders zijn uit een degelijke benenstructuur en goede bloedlijn. Maar ze hebben allemaal body en massa gemaakt. Ze blijven echt geen lange, dunne spinnetjes. Nee, ze kunnen het ook allemaal hebben. Ja, lekker breed geworden. Ja. Mooi magazine kiwa. Ja, mooi sumi op het wit aan het komen daar. Sumi gaat hier komen straks. Daar moet de vis gaan maken. In het wit, hè? In de staart. Mooi rood op de kop. Ja. Het enige wat deze vis heeft gemaakt aan de onderkant is veel secundair. Ja. Maar als de vis zwemt. Ik heb het thuis ook een Deinische show. Ja, ik heb er geen moeite mee, want waar ik niet zie, daar hoor ik me niet aan wel. Dus je rotjes perfect. Ja. Mooi wit. Mooi, heel mooi wit is deze wel. Ja. En op de kop komt nog zwart door hier. En deze die kan al het zwart nog zien, waar onderhuids op de kop zit. Die gaat later nog een hele tekening worden. Dan kan ik heel veel zwart op de kop krijgen. Deze zone zal zo bij elkaar komen. Hier krijg je een sumi achter. Ja. Er zit glans op de sumi. Fantastisch. Ja. Weer ervan, Niels? Ja, prachtig. Mag hem even ruilen, hoor. Pak maar in. Dat is even...